Vandaag leer ik jullie hoe jullie een bot kunnen maken die ervoor zorgt dat als iemand voor de eerste keer joint op jullie server direct al een rol krijgt. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games en vandaag ben ik hier met een nieuwe bot tutorial. Vandaag ben ik hier met een iets kleiner bot tutorial, want vandaag ga ik jullie gaan uitleggen hoe jullie met behulp van jullie bot ervoor kunnen gaan zorgen dat iemand gewoon heel makkelijk joint en dan daarna een rol gaat krijgen. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk en ik dacht van oké, ik ga dat eens een keertje aan jullie gaan uitleggen. Voordat we gaan beginnen wil ik als eerste eventjes kijken als mijn bot nog werkt. Dus ik typ npm start. En we gaan eens een keertje gaan kijken als onze bot nog werkt. Jawel, onze bot werkt nog, hij is online. Plus, hier staat ook een temp mute en een warm. Jawel, dat zijn een van de volgende tutorials. Jullie kunnen altijd naar mijn website gaan. Ik heb deze al voorbereid, want vanaf volgende week eigenlijk, of ja, de week na deze week, ben ik op vakantie. En ik ben een stuk of meer dan 20 video's aan het voorbereiden. Maar ja, dat kunnen jullie allemaal zien op mijn website of op mijn Discord. Ik wil er ook nog eventjes bij zeggen dat het voor mij juist ochtend is. Ik ben net opgestaan en vanwege mijn planning moet ik echt zoveel mogelijk op een korte tijd kunnen doen. Dus daarom dat ik direct ben begonnen met opstaan en ook direct begonnen met opnemen. Daarom dat het beeld nog een heel klein beetje... Ik heb het raam hier volledig opengezet voor verluchting, want ja, je weet maar nooit. Maar ja, mijn stem is nog niet volledig opgewarmd, maar ik ga gewoon gaan beginnen. We gaan als eerste naar de index.js-file. En bij de index.js-file gaan we ervoor gaan zorgen dat we ergens gewoon iets gaan schrijven. We gaan hier namelijk bijvoorbeeld onder de bot.on ready het volgende gaan schrijven. Ik ga hier bot.on, dan niet ready, maar ik ga dan als volgende gaan schrijven. Ik ga deze gaan nemen. Guild member add. Guild member, oh, je moet een eetje weg. Guild member add gaat ervoor gaan zorgen. Guild is jouw server. Als jullie het niet weten, moeten jullie een paar tutorials teruggaan. Guild betekent kijk op de server als er een member bij komt. Member add. Wat gaan we dan gaan doen? We gaan als volgende dit gaan doen. We gaan de member gaan nemen en dan gaan we hier wat code van gaan uitvoeren. Wat we op deze member willen uit gaan voeren. Dus dat is op dit moment hetgeen wat we hier al hebben. Nu, we willen wel op deze gebruiker een bepaalde rol gaan toevoegen, maar we hebben nog geen rol zelf. Dus we gaan eventjes naar onze Discord server. We gaan op onze server rechtermuisknop server instellingen. Dan gaan we naar rollen en dan kunnen we hier een rol gaan toevoegen. En ik ga deze rol eventjes YouTube noemen. We kunnen deze eventueel een kleur meegeven en save changes. Eventueel kun je hier ook nog allemaal dingen aanpassen die je wilt, zoals directe uitnodigingen kunnen creëren, berichten lezen enzovoort. Dan gaan we eventjes eruit en dan zie je dus op dit moment nog ja, niks gaan gebeuren. Het volgende wat we allemaal moeten gaan doen is als volgt. Dan moeten we nu in de code ervoor gaan zorgen dat we eigenlijk de rol kunnen gaan verkrijgen, zodat we die rol aan onze member kunnen gaan geven. Dus wat ga ik gaan doen? Var rol, van rol in het Engels. Altijd het beste dat je Engelstalige benamingen neemt. Dus var rol is member.guild, want we gaan op de server gaan kijken bij onze member. Dus we gaan member.guild.roles.find. Dan moeten we gaan zoeken op de naam. En welke naam? Dat is de naam die ik er juist heb meegegeven. Dus dat is eigenlijk als volgende. We gaan dus de rol gaan ophalen waar de member op gejoind is in die server. Daar gaan we alle rollen gaan zoeken en we zoeken voor de rol YouTube. Daarna gaan we eventjes gaan nakijken. Is die rol er wel? Dus wat doen we? If niet rol. Dus if niet rol. Dan kunnen we eigenlijk heel eenvoudig gewoon return doen, want de rol bestaat niet. Eventueel wat je ook kunt doen is een bericht hierachter zetten van deze rol bestaat niet. Dus je kan een message.channel.send, deze rol bestaat niet, maar dat ga ik nu heel eventjes niet gaan doen. Vervolgens moeten we onze member gaan toevoegen aan deze rol. En dan zijn we eigenlijk zo goed als op het einde. Ja, bijna toch. Het volgende wat we moeten doen is dus de member en dan het wow. En dan welke rol? Ah, de rol die we er juist hebben gekregen. Kijk eens aan, we kunnen dus aan iemand heel makkelijk een rol gaan toevoegen. En dat doe je dus als volgende. Dus wat staat hier? We gaan dus als eerste de rol gaan zoeken. Is de rol er niet, dan gaan we gewoon gaan returnen. Maar is de rol er wel, dan gaan we eigenlijk gewoon aan onze gebruiker de rol gaan toevoegen met @role, rol toevoegen, of regel toevoegen, rol, wat dat ook is. En dan hebben we die aan
toegevoegd. Dit kun je al gaan testen met bepaalde gebruikers op jouw Discord-server. Op dit moment is er niemand op mijn Discord-server, maar bij Kevin kun je dus zien dat hij de rol TBG heeft gekregen. Kevin heeft bij mij gisteren alles meegetest gehad en hij heeft eigenlijk met mij getest gehad en die heeft eigenlijk kunnen zeggen van het werkt volledig. Dus ik weet dat dit werkt, maar ik kan het voor jullie op dit moment niet testen. Maar Jens, ik wil eigenlijk iemand ook een bericht geven als hij onze server joint. Dat kunnen we eigenlijk als volgende doen. Wat we kunnen doen is als eerste het kanaal gaan opzoeken waar wij eigenlijk het bericht willen gaan zenden. En ik wil het eigenlijk niet in hetzelfde kanaal hebben dat hij joint. Ik wil het in een join kanaal hebben. Dus wat gaan we gaan doen? Dus we doen const channel, dat is member, weer dus hetzelfde eigenlijk, member.guild.channels, dit keer in plaats van roles, dus .channels, channels.find, en dan de naam die we willen hebben, dus de name, en dan welke naam, dan ga ik hier eventjes op mijn Discord server kijken, ik wil dat bij het report kanaal hebben. Dus dan doe ik report, dat is het kanaal waar al de reports in mogen gaan gebeuren. Hier ga ik ook weer gaan nakijken als het kanaal niet bestaat, if niet channel, dat is het uitroepteken, niet channel, dan heel eenvoudig return. Gewoon puur om voor veiligheid, moest het kanaal niet bestaan, gaan we gewoon als dat als veiligheid te gaan insteken. En dan gaan we als volgende gaan doen, we gaan het channel gaan nemen, het kanaal gaan nemen, en in dit kanaal gaan we een bepaald berichtje gaan verzenden. Channel.send, verzend in dit kanaal. Wat gaan we hier gaan verzenden? We kunnen als volgende doen, ik ga eventjes van deze backticks gaan nemen, en dan kunnen we dit doen, welkom, oh, welkom is met een, ja, welkom, hallo. Welkom bij de server. En dan kunnen we ook de naam in een keer nemen van onze gebruiker. En dat is als volgende. Dan moet ik heel eventjes kijken. Maar, dat is de member. En dan kunnen we dat gaan opslaan. En zo kunnen we dus eigenlijk een bericht gaan zenden in ons reportkanaal. En als we eventjes gaan kijken. Oh, ik zie juist dat Yes online is. Als we naar ons reportkanaal gaan kijken, dan zien we een hoop warnings. Maar ook welkom to the server at Kevin. Ik weet niet als Jesse heel eventjes eraf kan gaan, dus ik ga het heel eventjes vragen. Oké, kijk eens aan, hij gaat er nu af en dan gaat hij normaal gezien terugkomen op de server. Als hij de link nog vindt. Ik heb het gisteren pas doorgestuurd. Ah, er is Rob. Oh, er is iets fout gebeurd of wat? Huh? Ik heb de fout gevonden. Het is hoofdletters YouTube. Ik had de naam van mijn rol fout. Normaal. Oh, wauw. Normaal zou het nu moeten werken. Kom aan. Ja, oké. Dus let heel goed op als je je rol maakt dat het niet zomaar met kleine letters en hoofdletters is. Dus normaal zou je nu als hij moeten joinen en... Oké, ik had een klein typfoutje. Het is member.guild.channels. Ja. Dus nu als hij normaal nu joint, zou het wel moeten werken. En het antwoord is, hij is online. Je ziet dus dat hij de rang YouTube heeft gekregen. En bij report zien we dus welkom bij de server at Jesse. Dus... Haha, jee, het werkt. Oké, dus er waren twee foutjes in. Dus dit moest met hoofdletters. Dus zorg ervoor dus dat je rol in de juiste geschreven is. En zorg dus dat je ook geen typfouten maakt. Want hier moest member.guild.channels staan. Maar ja, zo zie je het dus. Ik moet ook nog live gaan debuggen. Thanks. Oké, dus dan zijn we eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Meer is er eigenlijk niet aan, dus zo kan je dus heel makkelijk ervoor zorgen dat iemand een rol krijgt als hij de server joint. Maar dan zijn we eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Geef dan een duimpje omhoog te doen. Raak dat abonneren knopje ook eens een keertje aan als je nog niet bent geabonneerd. En vergeet niet dat... belicoontje aan te raken, want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar, mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!